We zullen beginnen met een gebedje te zeggen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, dank u voor deze maand die toegewijd is aan de Rozenkrans. Daarmee toegewijd aan uw moeder. Dank u dat zij ons als gids geschonken is. Als Maria ter wegen om ons de juiste weg te wijzen. Die leidt naar uw liefde. We danken u ook voor Adrienne, die zich zo beschikbaar heeft gesteld voor uw genadewerking in dienst van de kerk. Mogen de woorden die we gaan overwegen ons geloof voeden. En Maria, moeder van de weg, bid voor ons en waak over ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De tweede avond dat we teksten lezen uit het mooie boek De Wereld van het Gebed, Die Welt des Gebetes. Een samenstelling van teksten die Adrienne heeft uitgesproken, voor een deel neergeschreven en Hans-Urs van Balthasar heeft ze samengebracht tot dit mooie boek. Adrienne was 49 toen ze dit boek in haar handen kreeg, dus de teksten gesproken had. Ze was toen zo'n 10 jaar, 11 jaar katholiek, na een hele lange voorbereiding om deze stap te maken. En zelfs een voorbereiding op wat de Heer daarna, de weg die de Heer daarna met haar is gegaan. De mystieke gave die hij haar schenkt, omwille van haar zending. En de zending is de openbaring in zijn volheid te ontvangen, te overwegen. En met nieuwe woorden weer aan de kerk te schenken. Vooral teksten van de Heilige Schrift die zij zal belichten vanuit het gebed. Maar zoals al gezegd, vanuit het gebed. Adrienne had zelf een heel diep gebedsleven. En zo kon ze ook dit boek, Die Welt des Gebetes, samenstellen. En de titel is natuurlijk al heel erg mooi. De Wereld van het Gebed. Als we het gebed binnengaan, welke vorm dan ook, gaan we een hele wereld binnen. De hele grote diversiteit aan vormen van het gebed. Aan de lagen in het gebed, de mogelijkheden van het gebed. Aan de innerlijke houdingen bij het gebed. Het gebed van de heiligen, het gebed van Maria. Het gebed van het mens geworden woord, Jezus Christus. En zelfs het gebed van de drie-eenheid is werkelijk een wereld die we betreden. Adrienne overleden in 1967. Vanavond gaan we twee stukken lezen. Het eerste altijd wat meer beschouwend en het tweede gedeelte hopelijk wat praktischer. Dit is de indeling van het boek, een lange inleiding. Dan de bronnen van het gebed. Dat gaat over God zelf en over Maria. De evolutie van het gebed. Hoe het gebed groeit in de verschillende fasen van het mensenleven. Het gebed in de verschillende levensstaten, gehuwd, ongehuwd. Drie manieren van bidden. Rechtstreeks of onrechtstreeks. Voor Gods aanschijn. Natuur en genade. Liefde en vrucht. De tweede tekst die we lezen komt uit dat hoofdstuk Natuur en Genade, wat een toespeling is op het adagium dat de genade de natuur veronderstelt en veredelt. Het is een oergegeven van God dat hij de schepping die hij gemaakt heeft serieus neemt. En als hij deze schepping gaat vernieuwen door zijn genade, zal hij niet die schepping kapot maken, maar herstellen. Terugbrengen naar de oorspronkelijke bedoeling. In dat hoofdstukje Bronnen van Gebed staat een heel mooi stuk over het gebed van Maria. En dat is ook heel wat bladzijden. Dat is in totaal, kijken, zo'n 30 bladzijden. Nu, je moet eigenlijk jezelf even voorstellen, stel dat je de opdracht krijgt: schrijf iets over het gebed van Maria. Het zou een mooie opdracht zijn.
En het zou ook zeker lukken. We kunnen zo heel wat over het gebed van Maria schrijven. Bijvoorbeeld dat haar gebed samengevoegd wordt in het woordje fiat. En dat ze de lofzang zingt, wat een en al gebed is. Dat ze bemiddelt bij Cana, bijvoorbeeld. En dat ze een innerlijke nacht van gebed doormaakt aan de voet van het kruis. En daar zouden we over kunnen schrijven. Maar of we het zouden redden 35 bladzijden vol te krijgen, ik vraag het me af. En dan nog met teksten die allemaal zinvol zijn, inhoud hebben. En zouden wij er ooit aan denken om dan ook over Maria te schrijven toen ze nog een kind was in haar gebed? En toch is het mogelijk, want we weten dat zij zonder zonde is. En van daaruit kunnen we ons iets voorstellen bij dat gebed van dat kindje dat opgroeit en die geen barrière kent tussen haar en God, zoals wij die wel kennen, omdat wij zondigen. Maar Maria groeit naar de leeftijd toe voor het huwelijk. Ook de periode daarin, dat ze meer gaat, niet zozeer gaat reflecteren, maar zich wel meer bewust is van haar band met God. Het gebed op het moment dat de engel naar haar toe komt. En dan de lange tijd van zwangerschap, gebed bij de geboorte. Gebed op de reis en de tocht, de vlucht naar Egypte. Gebed tijdens de kinderjaren van Jezus. Als hij 12 jaar is, als ze voor het eerst naar de tempel gaan met zijn drieën. Niet zozeer voor het eerst, maar hij gaat dan als bijna volwassene mee. En dan als hij zo rond de 30 is, verlaten de Heer Nazareth voor zijn openbaar leven. Jozef is gestorven, Maria blijft alleen achter. Zouden we erover denken om ook over die situatie te schrijven en wat dat voor haar gebed betekent. Natuurlijk aan de voet van het kruis en wat daarop volgt, haar gebed de stille zaterdag, het gebed na de verrijzenis, vanuit de verrijzenis, na de hemelvaart, is toch weer een nieuwe situatie die ontstaan is, eigenlijk die van de Eucharistie. En het gebed bij Maria aan het eind van haar leven. Daarover schrijft Adrienne. We gaan daar één stukje uit lezen. Het gebed van Maria tijdens haar zwangerschap. Dat is in het boek, bladzijde 111 tot bladzijde 114. Adrienne die schrijft. Zoals de overschaduwing door de geest vooral een ervaring binnen haar gebed was, zo is haar gebed bij het begin van haar zwangerschap vooral naar de Heilige Geest toegekeerd. Haar natuurlijke vermogens zouden nooit volstaan hebben om te begrijpen wat er met haar gebeurde. In het gebed echter ervaart zij een oneindige geruststelling. En krijgt zij een kracht die haar toelaat het natuurlijke en het bovennatuurlijke te verdragen. Het is niet langer zo dat zij eerst het natuurlijke in gebed vertaalt. Zij moet nu het gebed in het natuurlijke omzetten om een groeiende verhouding tot haar zwangerschap te krijgen. Deze zou zonder gebed onbegrijpelijk zijn en de realiteit daarvan kan alleen in het gebed in rust gedragen worden. En uit het gebed tot de Heilige Geest wordt haar nieuw gebed tot de Zoon geboren. In het gebed tot de Heilige Geest verneemt zij de werkelijkheid van haar toestand, de werkelijkheid van de groei van de Zoon in haar. Deze werkelijkheid is zowel geruststelling als verruiming. En in haar biddende ervaring zet zij de stap in het christendom. Als een bruidegom zorgt de geest in deze tijd voor haar, door haar alles te geven en te laten toekomen wat voor haar toestand noodzakelijk is.
gericht op de Heilige Geest. En we kunnen ons dat voorstellen, want de Heilige Geest heeft haar overschaduwd. Hij heeft een bijzondere band gekregen met de Heilige Geest. Wat vooral hier aan die zin onderaan blijkt. De Heilige Geest zorgt als een bruidegom voor haar. En dan denken we even aan de drie aanroepingen aan het begin van de rozenkrans. Dochter van God de Vader, moeder van God de Zoon, bruid van God de Heilige Geest. En bij het woord bruidegom denken wij heel terecht automatisch aan Christus. Maar ook de Heilige Geest gedraagt zich hier als een bruidegom voor Maria. Hij zorgt dus voor haar. Vooral ook op dat gebied van haar bidden. Ze moet het natuurlijke en het bovennatuurlijke bij elkaar brengen. Dat wil zeggen, het natuurlijke is dat zij een kind in zich draagt. Ze is zwanger. Het bovennatuurlijke is dat dit kind God is, God de Zoon. En door de Heilige Geest in haar schoot gebracht. En in het gebed merkt zij dat haar natuurlijke vermogens niet toereikend zijn. Oftewel, ze dringt niet door in deze mysteries door er veel over na te denken. Misschien vanuit de teksten uit de schrift die ze kent erover na te denken. Nee, ze heeft de Heilige Geest nodig die haar binnen kan leiden in wat hier allemaal gebeurt. En wat de Heilige Geest al doet, is vooral haar richten op de Zoon. Dat is het typische werk van de Heilige Geest. Zodat het gebed tot de Heilige Geest leidt tot het gebed tot de Zoon, staat hier. En bij dit alles geeft de Heilige Geest haar een geruststelling als een verruiming. Geruststelling dat dit alles plaatsvindt in het grote plan van God, dat het goed zal komen. En de verruiming, een hele mooie zin, de stap het christendom binnen. Want we staan op de drempel van het christendom. Maria komt uit de traditie van het jodendom, van het oude verbond. Maar nu God de Zoon mens is geworden in haar, begint het nieuwe verbond, begint het verbond van Christus, begint het christendom. Wat vooral gekenmerkt wordt door de onthulling van God, dat hij de drie-ene God is. Dat er niet alleen een Vader in de hemel is, maar dat er ook een Zoon is, nu mens geworden. Maar dat er ook de Heilige Geest is als derde persoon. Het wezen van het christendom is de belijdenis van deze drie-ene God. En in dat leven van de drie-ene God ligt alles besloten van ons geloof. En zo wordt Maria door de Heilige Geest deze nieuwheid binnengeleid. Zij gaat verder. De Heilige Geest is bezorgd voor haar. En in het gebed merkt zij die zorg. Maar zij betrekt die niet op zichzelf, toch rechtstreeks op het kind. In de zekerheid dat de geest van de Vader in de Zoon zal leven. Dat God alles doet voor het kind. Dat overal waar haar menselijke krachten ontoereikend zouden worden, de geest zelf ingrijpt. Maar ook als het erom gaat zelf zorgende moeder te zijn, moet zij niet overmatig bezorgd zijn. Omdat de geest haar zal ingeven wat er gedaan moet worden en haar zal beschermen omwille van het kind. Wat haarzelf betreft, waar de geest het ook vereist, zal zij haar taak tegenover het kind aankunnen. Niet omdat zij zich ervan bewust is dat zij opgewassen is tegen haar taak, maar meer omdat zij vanuit haar gebed weet dat zij doet wat van haar gevraagd wordt, waarbij de genade voortdurend voor haar prevaleert op alles wat zij ooit zou kunnen doen. Adrienne beschrijft hier hoe Maria zich bewust is van haar taak
en van haar kleinheid. Deze taak, namelijk een kind te dragen en ter wereld te brengen dat tegelijk God is, gaat de mens te boven, gaat haar te boven. Daarom doet ze een beroep op de Heilige Geest en de Heilige Geest verzekert haar dat het allemaal goed zal gaan, omdat het plaatsvindt binnen het plan van God. En zo laat Maria zich overvragen. Dat gebeurde niet alleen aan de voet van het kruis, maar dat gebeurde hier al bij de boodschap van de engel, bij het feit dat zij nu moeder is van het kind dat God is, mens geworden. Maar ze kan zich laten overvragen omdat de Heilige Geest daarbij staat. En zoals Adrienne zegt, de Heilige Geest prevaleert op alles wat zij ooit zou kunnen doen. Loopt eigenlijk vooruit. Zorgt ervoor dat het pad geëffend wordt. En Maria, omdat zij onbevlekt is, loopt altijd in het pad van God. Wijkt daar nooit van af. En zo ervaart Maria ook in haar gebed dat ze telkens weer de verzekering krijgt van de Heilige Geest dat dit plan van een God die mens wordt in haar zal lukken. Zij gaat verder. Maria weet dat de Zoon van God door haar mens wordt en komt. En zij neemt het in het gebed, zowel in het gebed met de Geest als met de Zoon zelf. Niet alleen deel aan zijn uitwendige wording, maar aan alles waarvan zij aanvoelt dat het betrekking heeft op hem. Zijn juist plan kent zij niet, maar zij weet dat hij de Messias is. En veel van haar gebed is op hem en op zijn werk gericht. Nu reeds bidt zij de Vader en de Geest voor hem, opdat wanneer hij als mens naast haar staat, hij door haar over een gebedsschat kan beschikken. Zij bidt opdat hij zich niet zo alleen zou voelen en opdat de afstand tussen zijn God zijn en zijn mens zijn op basis van dit verzamelde gebed hem op een of andere wijze lichter zal vallen. Ook bidt zij opdat hij niet overal slechts op hinderpalen zou botsen en opdat hij aan haar en aan de heilige Jozef niet alleen mensen zou hebben bij wie hij tot rust kan komen en die er zijn voor hem, maar opdat hij door beide een gebedsrelatie tot de Vader zou verkrijgen, die een andere is dan zijn schouwen van de Vader en die heel eenvoudig een gebed is, dat ter beschikking gesteld is en dat in geloof moet begrepen worden. Zijn juist plan kent gij niet. Dat is een beetje een Vlaamse vertaling. Wij zouden zeggen, het precieze plan dat God de Zoon heeft van de Vader ontvangt, kent zij niet. Maar het is voor haar voldoende dat hij de Messias is. En dan ik heel wonderlijk dat Adrienne zegt, Maria ging toen al bidden tot de Vader en de Heilige Geest voor de Zoon. Het is natuurlijk uitzonderlijk dat er voor Jezus gebeden werd. En ze geeft een beetje aan wat het zou kunnen zijn. Dat hij niet te eenzaam zou zijn. Want hij is mens op deze aarde en in die zin verwijderd van de Vader in de hemel. En dat de afstand tussen zijn God zijn en zijn mens zijn lichter zou vallen. Een hele bijzondere zin. Eigenlijk probeert Adrienne hier iets wat vaker geprobeerd is, maar wat uiteindelijk niet te verwoorden is, hoe Jezus zichzelf beleefd heeft als God en als mens. Maar hier is het de moeder die zich daar zorgen over maakt en die nu al voor hem gaat bidden. En daarmee ontstaat er een gebedsschat. Dat is een centraal woordje in eigenlijk heel de geschriften van Adrienne. De gebedsschat van de kerk. En daar kan de Zoon dan later al uit putten.
Dus er is al een gebedschat op het moment dat de zoon zijn publiek leven begint en een volgende stap zet in zijn zending. En dan zegt ze, Maria en Jozef, die hebben ook de taak om Jezus binnen te leiden in een gebedsrelatie tot de Vader. Want hij is volkomen mens. En daarom is dit wat anders dan het schouwen van de Vader. Dat doet hij als God. God de Zoon schouwt altijd God de Vader. Maar als mens moet hij leren bidden, zoals elk kind moet leren bidden. En het zijn de ouders die geacht worden dat te leren. Hier staat Maria en zijn voedstervader Jozef. En die kunnen dat natuurlijk maar leren omdat ze zelf bidden. En Maria bidt van nature als onbevlekte. Jozef bidt zoals hij dat geleerd heeft en hij bidt met een oprecht hart. Maar hij heeft natuurlijk van Maria ook al geleerd om met nog meer openheid en overgave te bidden. En zo kunnen ze dat aan het kind ook leren. Adrienne gaat verder. En Maria aanbidt ook de zoon. Zij neemt nu reeds de gewoonte aan om in het gebed een soort dialoog met hem te voeren, die helemaal niet op haar betrokken is, maar die iets van het gebod der liefde in zich draagt dat hij wil brengen. Door hem, door het gebed met hem, leert zij op een andere wijze van de mensen te houden. Ongeveer zoals zij zich voorstelt dat de zoon van hen zal houden en dat de zoon graag zal hebben dat de mensen elkaar lief hebben. Ook geeft zij aan dit gebed en door dit gebed aan de zoon de gelegenheid om haar te veranderen, ook als die verandering nooit concrete gestalte kan aannemen, omdat zij door de voorverlossing en de genade van de Heer reeds vanaf het begin een veranderde is. Zij aanbidt dus ook de zoon die ze draagt in haar schoot. En een dialoog die ze met hem voert. En dan de typisch insteek van Adrienne voor het gebed. Het gebed richt zich tot de zoon, maar verandert de biddende persoon. En zij leert, Maria leert, op een andere manier van de mensen te houden. Niet dat ze dat daarvoor niet deed, ze is immers zonder zonde. Maar ze is het christendom binnengestapt. En Christus in de geschiedenis volkomen nieuwheid. Dus ook de liefde tot de naaste krijgt een nieuwe glans, zou je kunnen zeggen. De glans van de beschikbaarheid, de bereidheid tot het uiterste toe te beminnen. En Maria geeft in haar gebed aan de zoon de gelegenheid haar te veranderen. En dan een dogmatisch buitengewoon mooie zin. Deze verandering kan in Maria nooit concreet worden. Bij ons is dat wel zo. Als wij bidden, kan God ons veranderen. Bijvoorbeeld kan hij ons ongeduld langzaam maar zeker afschaven, omvormen tot geduld. Of kan hij onze houdingen om te zeer door antipathie en sympathie ons te laten leiden, langzaam maar zeker zuiveren, dat het een liefde wordt zoals hij dat wil, die uitgaat naar iedereen, enzovoort. Aan ons zijn er heel concrete dingen te veranderen, omdat wij getekend blijven door de zonde en door ons karakter. Maar bij Maria, zij was zonder zonde, dus deze verandering heeft niet die concreetheid, omdat zij door de voorverlossing, de onbevlekte ontvangenis, die genadegave van de Heer is, reeds vanaf haar allereerste begin de veranderde is. Wat een hele mooie, eigenlijk nieuwe titel is voor Maria. De vanaf het begin veranderde of omgevormde. Waarbij dat voor ons een heel proces van ons leven is,
was dat bij Maria geschenkt vanaf het begin. Adrienne vervolgt: in haar zwangerschap doet zich ook een evolutie voor, omdat de wording van de zoon toelaat steeds meer één te worden met hem. Zij wordt de middelares, en dat was zij voordien eigenlijk niet. De aard van haar gebed toont het reeds. En de zoon leeft verder met haar en toont haar voortdurend iets nieuws. Zij is overgeleverd aan de omgang met hem. En omdat zij mens is en niet God, bestaat er voor haar vanzelfsprekend een soort vooruitgang. De liefde die twee mensen met elkaar verbindt, kan nog zo volmaakt zijn. Toch zal zij altijd haar vruchtbaarheid tonen in het feit dat beide elkaar beïnvloeden en veranderen. Niet louter omdat ieder de wensen van de ander tracht te vervullen, maar ook omdat ieder verlangt door de ander veranderd te worden. En Maria is vrouw, en het hoort bij het wezen van de vrouw dat zij dit bijzonder verlangt. En tenslotte is er de verruiming door de drie ene God erbij te betrekken, die zij voordien slechts gekend had als God de Vader. Al deze nieuwe gebieden gaan open en stromen in haar gebed binnen. De aard van haar gebed verandert dus in de mate dat het kind in haar schoot groeit en de dialoog met hem zich verdiept, steeds iets nieuws. Dat is het werk van de genade. Dat is God. Steeds iets nieuws. Dat is de hemel. Steeds iets nieuws. En zo is er ook in het gebed van Maria een groei, een vooruitgang. Nooit een stilstand, nooit een aangekomen zijn, maar altijd een verder gaan, omdat God de oneindige liefde is. Met de vergelijking die Adrienne hier maakt tussen man en vrouw, geliefde, die verlangen te veranderen en het verlangen hebben om door de ander veranderd te worden. En dat dit, zegt zij, typisch hoort bij het wezen van de vrouw. Daar zit ook, laten we zeggen, de hele visie van Adrienne op de vrouw achter, die heel interessant is. En op het verschil tussen man en vrouw, waar zij een apart boekje over heeft geschreven, de Theologie der Geslechten. En ook in andere boeken van haar komt ze daar voortdurend op terug. En het is zo wezenlijk omdat de vrouw het beeld is van de kerk. De kerk moet voortdurend bereid zijn zich door God te laten beschenken en veranderen om vruchtbaar te kunnen zijn. En Maria is het beeld van de kerk. En binnen de kerk zijn mannen en vrouwen geroepen, vrouwen en mannen geroepen om met dezezelfde houding voor God te staan met de bereidheid dat God hen kan veranderen of met het Tweede Vaticaans Concilie te zeggen hen kan heiligen. En natuurlijk de verruiming door de drie ene God die helemaal nieuw is voor Maria. Dit alles stroomt in haar gebed binnen. Dit is wat Adrienne schrijft over het gebed van Maria tijdens de zwangerschap. En het is natuurlijk heel origineel als je dat zo hoort. Ik denk niet dat wij zo snel op al deze gedachten waren gekomen als we zouden nadenken over het gebed van Maria tijdens haar zwangerschap. Om even het lezen van de teksten te onderbreken, enkele beelden. Altijd even leuk is natuurlijk. Links zie je Adrienne met haar broertje Willy. Als jonge vrouw, meisje, jonge vrouw. In het midden is ze een beetje op weg aan het studeren. Dit is in de Waldau. Een verzorgingstehuis voor mentaal gehandicapten. Waar haar oom werkte en waar zij zelf ook heel graag werkte. En rechts, daar is ze student op haar kamer.
En hier is ze ook alweer wat ouder. En helemaal rechts zie je haar met Hans Urs van Balthasar. Dat is een van de vele vakantiereizen die ze maakte. En dat waren vooral ook de tijden die ze gebruikte. Dat zij teksten dicteerde, hij ze stenografeerde, later overschreef en heeft uitgegeven. En op die foto zie je een beetje in de leeftijd dat zij al deze werken rond de schrift en ook deze teksten rond het gebed uitspreekt, doorgeeft. We gaan even terug voor ons volgende gedeelte. Dat hoofdstukje actief en contemplatief. En hier moeten we ons niet laten misleiden. Hier gaat het niet over wat we doen en dan hebben we daarnaast onze tijd van bidden. Nee, het gaat hier om het actief en het contemplatief zijn binnen het gebed. Dus dit is niet de tegenstelling actie en contemplatie. Bijvoorbeeld bij religieuze orden die een apostolaat hebben, dan hebben ze uitdrukkelijk de uren van een apostolaat op scholen of in ziekenhuizen. Bij catechese, dat is dan de actie. En dan keren ze terug in een kloosterritme en dan bidden ze. Dat is dan de contemplatie. En wij kennen dat natuurlijk ook. Wij hebben over het algemeen een zeer actief leven. Of tenminste, we zijn met alles en nog wat bezig, maar niet met bidden. Maar dan hopen we, kiezen we momenten van het gebed, dan gaan we de contemplatie binnen. Maar wat Adrienne hier beschrijft, is dat er binnen het gebed een actieve houding is en een meer contemplatieve houding is. Dat valt onder natuur en genade. Dit moeten we inoefenen. Dit wordt ook bepaald door de persoonlijke stemming en bestendigheid. Eigenlijk zouden we nu zeggen, onze stemmingen werken door in ons gebed. Maar zou Adrienne zeggen, ondanks dat moet er altijd een bestendigheid zijn in ons bidden. En hiermee leert ze ons eigenlijk dat we niet alleen bidden als we er zin in hebben. Of als het heel makkelijk gaat, of als we inzien dat het echt nodig is. Nee, ook als het lastig is, als we er geen zin in hebben, moeten we toch in trouw een bepaalde vorm van gebed volhouden. Dan actief en passief, daar komen we zo op terug. Troost en troosteloosheid. Als het gebed werkelijk door God verdiept wordt, zal het zich kenmerken door perioden van troost en periode van troosteloosheid. Vorige week bij Julian of Norwich kwamen we dat ook tegen. Ook het gebed van Julian of Norwich is heel sterk getekend door langere perioden van troost en dan hele lange perioden van troosteloosheid of dorheid. En dan komt er weer een nieuwe vorm van troost. Dit is de pedagogie van de Heilige Geest. En als we dit een beetje herkennen, misschien met kortere momenten, dan weten we, oké, we zijn gelukkig op de weg dat de Heilige Geest ons leidt. Maar dit kan je natuurlijk alleen maar ervaren als je regelmatig bidt. En als je regelmatig ook wat langer bidt. Als het alleen maar dagelijkse korte gebeden zijn die je opzegt, dan zal natuurlijk de ene dag dat wat meer aandacht hebben en de andere dag wat meer automatisch zijn. Maar dat is niet de troost en troosteloosheid waar het hier over gaat. Als we wat langer bidden en dat aandurven en regelmatig bidden, dan zullen we merken dat het gebed echt een ontmoeting is met de levende God. En die ontmoeting kan bepaalde momenten werkelijk ons het besef geven dat hij er is en daarmee de troost geven van alles wat hij is. Maar er kunnen ook perioden zijn dat we dat niet merken. En dat het lijkt alsof we een beetje onze woorden in de leegte spreken, hoezeer we ook proberen zijn aanwezigheid voor te stellen, hoezeer we ook weten dat hij in het sacrament aanwezig is. En dan komt het aan ook op, weer om op de trouw, op het geloof. En juist die tijden van troosteloosheid
die verdiepen ons geloof. Niet zozeer die tijden van troost, dat denken we wel eens, maar juist die periode van troosteloosheid maken eigenlijk ons hart sterker in het geloof. En dan tenslotte Gods overwicht. Daarin beschrijft ze dat als we werkelijk de weg van het gebed gaan, God het van tijd tot tijd ook een beetje overneemt. Het lijdt ineens kan versnellen of ons er een bepaalde smaak in kan geven. Het bidden van de psalmen wat we in het getijdengebed doen, is eigenlijk een beetje een voorbeeld van al deze momenten. Dat moeten we niet alleen doen als we er zin in hebben, persoonlijke stemming. Dat moeten we gewoon dagelijks bidden. Er kunnen perioden in zijn dat we de psalmen echt prachtig vinden. En dat ze ons weer helemaal aanspreken en nieuwe dingen zeggen en woorden meegeven voor de dag. Er kunnen ook perioden zijn dat het niet gebeurt. En dat we eenvoudigweg in trouw die psalmen bidden. Stem geven aan het gebed van de kerk. Maar het kan daarbij ook zijn dat we door die woorden van de psalmen ineens iets krijgen aangereikt. Wat ons echt heel diep raakt. En juist raakt in de liefde tot God en tot de naaste. Dan kan het een teken zijn dat God dat woord gebruikt heeft. Gods overwicht hierin. We gaan zo meteen wat lezen uit dat stukje actief en passief. Maar het is belangrijk om te weten dat Adrienne zeer origineel is. Maar ze is katholiek. Dat sluit elkaar natuurlijk niet uit. Maar betekent dat eigenlijk alles wat zij op een heel originele manier beschrijft, in de traditie van de kerk, ergens al te vinden is. En zij diept het soms uit, ze verbreedt het wat in inzicht, maar het heeft allemaal zijn wortels in de traditie van de kerk, die ze maar ten dele kende. En dit is wel echt iets wat ze als charisma ook ontvangen heeft. Maar het komt van dezelfde Heilige Geest die de eeuwen daarvoor de grote leermeesters van het gebed geleid heeft. En over deze houding actief en contemplatief binnen het gebed heeft met name de Heilige Therese van Avila beschreven in haar Innerlijke Burcht. Een heel mooi boek, niet makkelijk. Er bestaat een mooie leesgids bij van Wilfried Stienissen in het Nederlands. Die je dan echt ook bij moet nemen. Daarin beschrijft zij de innerlijke burcht van de ziel. En die heeft 6 verblijven. Buitenste ring, daarbinnen, daarbinnen en het binnenste verblijf. In het binnenste verblijf vindt het mystieke huwelijk plaats. Daar is de drie-eenheid. Daar wordt de ziel met de drie-eenheid verenigd. Maar om daar te komen moet je eerst alle andere verblijven door. En tussen verblijven 1 tot 3 en 4 en 7 zit een overgang. Dat is de overgang van het actieve gebed naar het contemplatieve gebed. Of zoals Theresia het zegt, in die eerste 3 verblijven vraagt het heel veel van ons. Moeten we heel trouw zijn in ons gebed, telkens maar weer onze aandacht erbij terughalen, volharden, God zoeken, God smeken. Maar als de Heer ziet dat we dit met een grote trouw doen, dan zal Hij een moment geven dat Hij het een beetje lijkt over te nemen. Dat je in het gebed wordt neergezet en je niets meer hoeft te doen, maar je aandacht is vanzelf gericht op Hem. En dan wordt het dus passiever, of zoals Adrienne zegt, contemplatiever. En in dat 4e verblijf van de innerlijke burcht beschrijft Theresia langs verschillende invalshoeken die overgang van ons actief binnen naar een moment dat God het lijkt over te nemen en ons in een zekere rustige aandacht plaatst voor Hem. Ik zal een kort stukje uit Theresia van Avila lezen. Mij dunkt dat de ziel in dit geval meer dan ooit wakker is voor de dingen van God. Meer verlicht ook in de kennis van zijn majesteit. Dit kan onmogelijk lijken.
als de vermogens en de zinnen zo opgeheven zijn dat ze dood schijnen, hoe dan verklaren dat ze dit geheim begrijpen? Ik weet het niet en waarschijnlijk weet geen enkel ander schepsel het. Alleen de schepper heeft er weet van, zoals de vele andere dingen in deze toekomst. Dan ben je helemaal ontvlamd en je mag genadig geloven dat haar fouten zijn vergeven. Zo gereinigd verenigt God haar met zich, zonder dat iemand er weet van hebben. Zelfs de ziel begrijpt het niet, in de mate dat ze er later over kan spreken, hoewel ze haar innerlijk bewustzijn niet heeft verloren. Met een bezwijming of een flauwte kan het niet vergeleken worden. Dus wat zij hier beschrijft is, de vermogens en de zinnen lijken opgeheven te zijn. Dat is een wat grootse omschrijving voor het feit dat de aandacht niet meer wordt afgeleid door bijzaken. Maar helemaal naar God, naar Jezus, wordt toegetrokken en bij hem kan zijn, zolang als dat duurt. En dat is voor Theresia de overgang van het actieve naar het passieve. Passief wil niet zeggen dat de mens helemaal niets meer moet doen. Nee, hij moet zich verder laten leiden. Maar daar zit wel degelijk nog een actieve houding in. Zo door het vierde verblijf, door het vijfde, door het zesde, uiteindelijk naar het zevende verblijf. Dan moeten we hier wel altijd bij opmerken, dit is een wat systematische beschrijving van een weg die de mens gaat en waarin de Heilige Geest helemaal vrij is. En dus Teresa van Avila zal dit zo met dat beeld van die burcht beschrijven, maar zal zelf ook later zeggen, het is geen systematiek, het is niet een vanzelfsprekendheid dat je al die stappen precies kunt herkennen, al die verblijven, en dan kunt zeggen, oké, nu ben ik in het vijfde, dus nu moet ik naar het zesde. Nee, het loopt uiteindelijk weer door elkaar heen. En het kan zijn dat de Heer al bij iemand heel vroeg in het gebed zo'n moment van passief gebed geeft, om diegene te bemoedigen op die weg verder te gaan. En het kan zijn dat iemand die al heel ver in het gebed is, eigenlijk zich weer teruggeplaatst voelt worden aan het begin, dat hij heel actief alles moet proberen om zijn aandacht bij de Heer te houden. En dus deze systematiek wil iets in kaart brengen om ons te helpen, maar wordt uiteindelijk weer een beetje weggevaagd. En dan zegt Teresa van Avila eenvoudig, ga bidden en blijf bidden. We gaan Adrienne lezen. Het gebed dat de mens hoofdzakelijk actief en op eigen initiatief verricht, zoals in het officie, het tijdengebed, is het gemakkelijkste. Het gebed waarin hij vooral ontvankelijk moet openstaan, is veel moeilijker. Hij krijgt er vlugger genoeg van, of hij laat zich ontmoedigen als hij meent dat het niet gaat. Het actieve gebed draagt en leidt de biddende mens, zodat hij minder vlug verstrooid is. In het passieve gebed moet men telkens weer herbeginnen. Moet men het ermee eens zijn gedragen te worden. In het actieve gebed ervaart men de duurtijd als een dragend element. Iets dat men reeds vooraf in handen heeft. In het passieve daarentegen is de tijd een hindernis waarmee men altijd opnieuw geconfronteerd wordt en die men moet overwinnen. In het actieve gebed wordt men gesteund door de wet van de actie die het in handen heeft en het meeneemt. In het passieve is men veel meer aan zichzelf overgelaten en staat men in een vacuüm en moet men altijd weer doorzetten. Het actieve gebed is makkelijker. Je bent namelijk bezig, je doet iets. En bijvoorbeeld bij het getijdengebed, je weet ongeveer hoe lang dat duurt.
En als je bij het Onze Vader bent, en het slotgebed, weet je, is het afgerond. En het heeft ook zo de indruk dat je aan het bidden bent. Het passieve gebed, zich laten leiden, ontvankelijker zijn, stil proberen te zijn, is moeilijker en heeft de indruk niets te doen. En ook de beleving van de tijd is anders. 5 minuten stil gebed kan soms 20 minuten lijken. En daarmee is het moeilijker. Moet men zich daar altijd weer toe zetten. En het woordje vacuüm, in een leegte, in een niets, is wel mooi getroffen. Maar ze gaat daarop verder. In de contemplatie wordt de binnende mens geleid door God en door zijn geest, waarheen hij wil en waarheen hij niet wil. Er bestaat een vorm van leiding die men pas ervaart als men werkelijk passief geleid wordt. Continu werkt ze op hem in. En de binnende mens moet niet zozeer de aard ervan begrijpen, als wel de richting die ze uitgaat. Misschien stelt hij zich voor dat zijn aanvankelijke bereidwilligheid, zijn houding van gehoorzaamheid, reeds genoeg zou zijn. Maar het was hoogstens een vertrekpunt. Nu pas kan de eis gesteld worden te volharden in de toestand van gehoorzaamheid die blijft aanslepen, schijnbaar eindeloos en zonder duidelijke afleiding. Deze houding kan gewoonweg pijnlijk zijn, de pijn van een onafgebroken sterven aan zichzelf, van het afstand doen van zichzelf en van de zelfontlediging, maar daar blijft het niet bij. Hier gaat het niet om, maar om iets totaal anders, uitsluitend om het waartoe men moet openstaan, waartoe men moet gehoorzaam. Alles ligt in het wachten en het laten gebeuren. Vaak weet men niet hoe het verder gaat, wat er moet gebeuren, en toch mag men geen troost, geen steun zoeken. Als men pijn heeft, denkt men dat het voorbij gaat, of dat het nog erger had kunnen zijn. Of men denkt aan anderen die nog meer moeten dragen. Een dergelijk afleidingsmanoeuvre is hier niet op zijn plaats. Nu, we zullen even teruggaan naar wat Adrienne hier zegt. In het contemplatieve gebed, passieve gebed, plaatst men zich voor de Heer Jezus. En de Heer zal in die stilte, in die geboden ruimte werken. Maar wat de Heer aan het bewerken is, dat krijgt de mens niet altijd te zien of te ervaren. En daarmee kan deze stilte soms bijna inhoudsloos lijkt, zoals ze dat hier ook zegt. Hè? Het is iets wat blijft aanslepen. En daarmee kan het heel pijnlijk zijn. In deze stilte zouden we zo graag zelf wat willen doen, of misschien zelfs wat willen forceren. Maar dat kan niet. Het is in zich prijsgeven aan Christus die handelt, maar we merken dat handelen niet. En daarmee noemt Adrienne dit een vorm van sterven aan zichzelf. En toch zit er in deze houding ook iets actiefs. Dat is die houding van bereidheid en beschikbaarheid. Dus de beschikbaarheid, de gehoorzaamheid, het woord dat ze hier gebruikt, dat de Heer ons mag veranderen of mag leiden naar iets wat wij misschien op voorhand niet wilden of niet wisten. Een bereidheid om ons daarheen te laten leiden, daartoe te laten omvormen zoals de Heer dat wil. En
zegt ze, we moeten hier geen troost en geen steun zoeken. Het is ook geen afleidingsmanoeuvre. Onze aandacht op iets anders richten. Ze geeft daar zo meteen een voorbeeld voor. Dit is eigenlijk de houding voor de onderscheiding. En het is niet zonder reden dat we heel vaak horen dat jonge mensen vooral in de eucharistische aanbidding hun roeping hebben ontdekt. Omdat Christus daar kan werken in hun hart. Voorwaarde is wel dat ze echt beschikbaar stil zijn en dat ook aandurven om dat langere tijd te zijn. En niet te snel te denken dat wat ze dan ingegeven krijgen, dat dat Gods plan is. Nee, het moet groeien in die lange stilte, in die dorheid, in die trouw, in die gehoorzaamheid. Maar dan kan de Heer werken. En dit moet men aandurven en dus niet willen vluchten. Niet te snel weer een boek pakken, niet te snel weer teruggaan naar de mondgebeden of helemaal stoppen met het gebed. Nee, de tijd die men op voorhand heeft gepland om te bidden aanhouden. Als dat een half uur is, dan ook een half uur. Als dat een uur is, dan ook een uur. En het mooiste is om het signaal van dat half uur of dat uur buiten je te leggen. Door je mobieltje daarvoor te gebruiken, waar mogelijkheden op zitten dat hij na een half uurtje gaat piepen of na een uurtje. Of de klok van de toren. En zodat je niet zelf telkens op je horloge moet kijken, hoe lang nog, hoe lang nog. Maar juist die stilte, dat volharden in hoorzaamheid aandurft. Totdat de klok slaat, totdat het signaal gegeven wordt. Adrienne zegt, een dergelijke afleidingsmanoeuvre is hier niet op zijn plaats. Het enige vereiste is de kwaliteit van het blijven. En wel zo en niet anders, telkens aandacht geven op wat nu is. Er ligt een zekere vernedering in, dat men uitsluitend ter beschikking gesteld en genomen wordt. Terloopse bedenkingen zijn niet geoorloofd. En het is niet alleen zo dat men ze niet mag uiten, men mag ook niets zoeken dat men zou kunnen uiten. Wat getoond wordt is zozeer een geschenk dat het in zijn geheel moet in aanmerking genomen worden. Er wordt verlangd dat men deel heeft aan dit gebeuren. Dat een heel bepaald gebeuren is. En dat men toch niet zelf tot stand kan brengen, of in handen houden. In deze eis lijkt een tegenspraak te liggen. Enerzijds mag men zich geen zorgen maken op wat er gebeurt, hoe het zich ontwikkelt, hoe lang het duurt, er dus niet over nadenken. Anderzijds mag men de spanning en aandacht niet laten verzwakken, maar moet men stil verwijlen tot alles getoond is. Ze gebruikt hier het woordje vernedering in bij het uitsluitend ter beschikking gesteld worden. Het vernederende zit er misschien daarin dat we ons dan beseffen, we mogen dit zelf niet gaan invullen. We kunnen dit niet gaan invullen. Wij zijn natuurlijk vaak mensen die allerlei plannen hebben, allerlei scenario's hebben, allerlei wensen hebben. En ook voor God al gaan denken wat God allemaal moet doen voor ons. En hoe onze weg moet zijn en hoe onze weg niet moet zijn. En op zich is het mooi natuurlijk dat mensen dit vermogen hebben. Maar het vernederende ligt daarin dat we er op dit moment niets aan hebben. We moeten in die stilte volharden. Terloopse bedenkingen, dus invallen, mooie gedachten. Iets waarvan we denken, dat moet ik onthouden, want dat is belangrijk. Allemaal terzijde leggen. De Heer toont het niet in terloopse bedenkingen, maar zegt Adrienne hier, als een gebeuren, als iets wat zich ontwikkelt. En dat hoeft niet alleen, dat hoeft niet enkel in die tijd van gebed te zijn. Dat kan ook in een hele serie van gebedsuren zijn. Zoals bij de onderscheiding van een roeping,
Het gebeurt niet in 1 uur aanbidding. Dat gebeurt in maanden en maanden aanbidding en onderscheiding. Het is 1 gebeuren. Zij gaat verder. Men moet binnen het geboden kader blijven, bij dit beeld, bij deze punten. Contemplatie kan men niet uitdrukken in een meetbare tijd. Als de overweging een half uur duurt, moet men niet na 25 minuten het gevoel hebben dat men dichter bij het einde is dan tevoren. Als men volledig aandacht geeft aan wat men doet, speelt de tijd geen rol meer. Of wanneer men aan het begin een goed idee heeft, mag men niet denken, nu heb ik het. Of men vindt of niet, de aandacht en de bereidheid moet volstrekt gelijk blijven. Nooit mag er een gevoel van superioriteit insluiten. Eigenlijk zou men zich altijd vanaf de laagste trap aan God moeten aanbieden. En van daaruit zou men moeten aangeboden blijven zonder ooit op te stijgen tot een gevoel dat men tegen de zaak is opgewassen. De beschouwing behoudt altijd een mysterieus, onopgehelderd aspect. Vooral wat Gods invloed erop betreft. Deze kan men nooit vaststellen. Vaak blijft hij indirect. Het verborgen aspect is echter even wezenlijk of nog wezenlijker dan men begrijpt, dan men voelt en begrijpt. Contemplatie kan men niet uitdrukken in meetbare tijd. Het is een verblijven, het is een blijven bij Christus. De tijd, zegt ze, speelt geen rol meer. En het gevoel van superioriteit waar ze het over heeft, of dat men denkt vooruit te gaan. En ze zegt altijd bij de laagste trap beginnen. Ook hier duidelijk, er is geen systeem. Het is een relatie. Het is altijd weer voor de levende God staan, zoals wij op dat moment zijn, en de Heer Jezus Christus, Hij is de levende Heer. Zonder een gevoel tegen de zaak opgewassen te zijn. Want we hebben bij Maria net gezien, het plan van God zal de mens altijd ergens over vragen. En dat is nodig om ons te leren dat we de genade nodig hebben en leren met de genade mee te werken. Altijd blijft er iets mysterieus. Dat is precies het wezenlijke dat men niet voelt of begrijpt. Dat gebeurt, dat doet God, dat doen wij niet zelf. Zij gaat verder. In het actieve gebed is dit alles niet aanwezig. Hierin kan men vorderingen maken. Men doet iets waarop men kan steunen. Er is een schema. Men ziet waar men staat. Bijvoorbeeld hoeveel psalmen men reeds gebeden heeft en hoeveel er nog overblijven. In het passieve gebed ligt het schema uitsluitend in Gods handen. De biddende mens is zich niet bewust van de tijd en moet niet tellen. Hij weet echter dat alles in Gods handen is. Als zijn beschouwing goed is, in een geest van gehoorzaamheid, ja, contemplatie, dan heerst er rust en orde, ook waar men geen overzicht heeft. Iets is hiervan een beetje te ervaren door enerzijds de rozenkrans te bidden, 50 wees gegroetjes en het Onze Vader. En dan weten we, ik ben bij het derde tientje, nu nog maar 2 tientjes, nu nog maar 1 tientje, nu nog maar 2 wees gegroetjes. En dan heb ik het gebed afgerond. Prima. En de andere mogelijkheid is om een keer in het stil gebed heel rustig wees gegroetjes te bidden. Zonder te tellen hoeveel dat er zijn of hoeveel dat er moeten zijn. Maar ze enkel te bidden als dat smeekgebed tot Maria, bid voor mij zondaar, nu en in het uur van onze dood.
En dan in de stilte bij de Heer blijven. En zodra we merken de aandacht verslapt, heel rustig, wees gegroet Maria, enzovoort. En we merken het verschil meteen omdat wij gewoon zijn met die aantallen van die wees gegroetjes te bidden. Maar nu doet het aantal er niet meer toe, maar wordt het wees gegroet een hulp in het contemplatieve gebed. En dan zullen we bijvoorbeeld merken dat we die aantallen missen. Wist ik nog maar hoeveel wees gegroetjes ik moest bidden, totdat de klok sloeg. Dan weet ik tenminste hoe ver ik ben. Nee, daar gaat het niet meer om. Het gaat erom om tegenover de Heer te staan die er is, in een zekere zin te delen in zijn er zijn. En daarom kan Adrienne zeggen, als dit ons gegeven wordt, als we hier onze aandacht aan geven, dan is daar ook de rust en de orde. Ook waar men geen overzicht heeft, dat hoeft helemaal niet meer. Jezus heeft het overzicht. En dat is veel beter. Het laatste stukje. Wie een van de blijde mysteries beschouwt, misschien omdat het beantwoordt aan het feest van de dag, kan zijn blijde stemming mee in de beschouwing nemen en ze in overeenstemming trachten te brengen met de vreugde Gods. En God kan deze stemming aanvaarden en nog beter tot haar recht laten komen door het feest nog feestelijker te laten worden. Hij kan er echter ook een heel ernstig en moeilijk element in mengen. Door die kant van het feestmysterie te tonen, die oproept tot een antwoord en tot een verantwoordelijkheid waarop men niet bedacht was. En zo kan hij de biddende mens beter vormen. Ook hier is het zich laten vormen in het passieve gebed het belangrijkste. En elk vooruitlopen is verboden, omdat het Gods werk stoort. Dus het beschouwen van de mysteries bij het bidden van de rozenkrans, of los van de rozenkrans, het mysterie beschouwen, omdat het feest is van de boodschap van de engel aan Maria, omdat het feest is van de visitatie, dat het kerstmis is, enzovoort. Kan vreugde zijn over wat we vieren, de gebeurtenis. En dan zegt ze, God kan er twee dingen mee doen. Hij kan die vreugde nog vreugdevoller maken, maar hij kan het ook ernstig maken. Omdat in de gebeurtenis een appel verscholen kan zijn dat God tot ons richt. Een oproep om veranderd te worden. Bijvoorbeeld bij het mysterie van de boodschap van de engel aan Maria. We kunnen ons daarover verheugen dat God de Zoon mens wordt. En we kunnen ons verheugen over het ja-woord van Maria. En hoe de engel zich ten dienste stelt hiervan. En als we het feest vieren, bijvoorbeeld door de liturgie, door de mis mee te maken, door de getijden, ja, kunnen we nog meer die vreugde proeven. Of dat we er een afbeelding van zien. God kan die vreugde verrijken. Maar God kan ook maken dat hij er een appel in legt. Hoe is jouw ja-woord tegenover de wil van God? Maria stelde daar geen grenzen aan. Welke grenzen stel jij daar aan? En dan wordt het mysterie ineens heel anders gebruikt. Het zich laten vormen in het passieve gebed is het belangrijkste. Ik denk dat dat is wat Adrienne ons vandaag meegeeft. Laten we het aandurven om tijden van stil gebed te zoeken. Dat hoeft niet in een kapel. Dat hoeft niet bij het Allerheiligste. Is wel zo mooi. Maar dat kan natuurlijk ook thuis. Een rustige plek. Met een afbeelding van Jezus, met een beeld van Jezus. En dan toch enigszins voorkomen dat je die tijd gestoord kan worden, de telefoon uitzetten, misschien aan anderen zeggen dat je een half uur niet gestoord wil worden. Dan het signaal van
de afronding buiten jezelf leggen. En dan rustig beginnen misschien met het evangelie van de dag te lezen. Dan je bewuste woorden van de aanwezigheid van Jezus. Door naar de afbeelding te kijken of door stil voor te stellen dat hij er is. En dan in die stilte bij hem verblijven. En dat volhouden, zegt Adrienne. Want ook al heb je de indruk dat er niets gebeurt, de Heer kan op dat moment heel veel in je hart bewerken. En zegt ze dan ook, wat hij doet, loopt daar niet op vooruit, want dat stoort Gods werk. Dus een beetje een krachtige uitdrukking natuurlijk. Maar zodra we die tijd zelf weer gaan invullen of gaan bedenken, misschien is God wel dit aan het doen, of God moet dat doen, of hij moet daar antwoord op geven, of hij moet dat veranderen. Dan is het, zegt ze, een beetje alsof we Gods werk storen. Wat hij nodig heeft, is bereidheid zich te laten vormen door te volharden in dat stilgebed. En als we verstrooid raken, onze gedachten alle kanten opgaan, even ogen open doen, naar de afbeelding kijken, naar Jezus in het sacrament kijken, opnieuw ons bewust te worden dat hij er is. Dus het is wel degelijk een actieve stap in dit contemplatieve gebed. En dan weer proberen in die stilte te verblijven. En altijd maar de aandacht naar hem uit laten gaan. Desnoods door af en toe zijn heilige naam te bidden, door naar hem te kijken. En dit niet, maar dus een keertje om het uit te proberen. En dit als een onderdeel van je gebed. Dat je dat 1 of 2 dagen per week daar echt tijd voor neemt. En dan zal je merken dat de Heer dit waardeert. Dan zal je merken dat je er meer in thuis raakt. En dan kan het dus gebeuren, wat Teresa van Avila schrijft, dat er momenten zijn dat de Heer als het ware je aandacht naar zich toe haalt. En dat je inderdaad in dat wat tijdloze zit, waar Adrienne het over heeft. En buiten dit, over een langere periode, kan het zijn dat er werkelijk dingen in je persoon veranderd zijn. Al is het alleen al misschien dat je meer verlangen hebt gekregen naar het gebed, of naar het lezen uit de schrift, of naar het meevieren van de mis. Of dat er bepaalde deugden gevormd zijn. Dan is het wel degelijk daar ontstaan. Een bepaalde helderheid over een onderscheiding. Dan heb je dat niet zelf gemaakt, maar dan is je dat geschonken. Tot zover de teksten van Adrienne vanavond. Volgende maand, 17 november, gaan we 2 teksten lezen over de aanbidding. Eerste tekst over de aanbidding in God zelf. En een tweede tekst wat hopelijk praktische handreikingen voor onze houding van aanbidding. Donderdag, de geloofsbelijdenis uitgelegd. En volgende week woensdag gaan we kijken naar de pastoor van Ars en de vreugde van het biechtsacrament. Ik stel voor dat we afsluiten met het bidden van het Wees Gegroet. Daarna zal ik de zegen geven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.